Roze bubbels vrijdag bij verzorgingshuis De Ruwaard in Os. Daar werd door wethouder René Peters de roze loper uitgereikt aan teammanager Els Lodewijk. Het keurmerk is bedoeld voor instellingen die veel aandacht besteden aan de tolerantie van seksuele diversiteit. In Os gebeurt dat met ondersteuning van de gemeente en het COC Noordoost-Brabant. Bij de uitreiking van het keurmerk werd ook meteen een folder gepresenteerd die gemaakt is door studenten van de Avans Hogeschool. Daarin staat meer informatie over de roze zorg en wat ouderen kunnen doen als ze gepest worden. Na het officiële gedeelte was er tijd voor muziek, die ook met het thema te maken had. De Ruwaard is niet de eerste instellingen in Os met de roze loper. De Wellen, Loveld en Sterrenbos behaalden in 2014 al het keurmerk.